voorzitter bij honkbalvereniging Houten Dragons. We staan hier op het nieuwe complex, op de Merenpaal, waar wij verleden jaar naartoe verhuisd zijn. En we hebben vandaag een opening van ons nieuwe veld, een derde veld eigenlijk. Veld 1 en 2 hebben we in het naseizoen geopend. En vandaag hebben we ook het derde veld in gebruik. Het is een trainingsveld wat wij wat we kunnen gebruiken voor alle teams. Dus alle teams die bij ons spelen op het softballveld kunnen ook spelen op dat oefenveld wat wij hebben. En we spelen daar met al onze jongste jeugd, die b-ball spelen, spelen we daar ook wedstrijden tegen andere verenigingen. Op twee manieren openen. Bij de eerste manier, dat gaan Luc en Ivar eigenlijk samen doen, want bij honk en softball is het gebruikelijk dat als je iets bijzonders te vieren hebt, dat je een eerste bal gooit. En Luc en ik die hebben een mooie eerste bal gevonden aan Luc. Er staat een stoere draak op en de datum van vandaag staat erop. Ivar die gaat zo meteen achter de thuisplaat zitten en Luc die gaat de eerste bal Ivar de piep! Hoera! Ivar. Keurig! De ceremonie is nog korter dan het eerste deel. We hebben hier een lint gespannen. Dat is niet zomaar een lint. Er zitten prachtige strikken in vanwege de feestelijke aangelegenheid. Nee, het is van de politie. De kinderen die achter een strik staan, die mogen de strik losmaken. Een stukje lint wat ze dan overhouden, mogen ze eventueel meenemen en boven hun bed hangen. Je mag het ook weggooien. Doe dat dan in zo'n vuilniszak. Vervolgens kun je door dat hek allemaal het veld af. En dan staat daar iemand klaar om drinken uit te schenken. Bij Tieneke. Ja? Naar je gang. Het is vandaag niet alleen de opening van dat nieuwe veld, maar het is ook de start van het seizoen. Vandaag zijn de eerste competitiewedstrijden in honk- en softballand. En ook bij de Houten Dragons wordt vandaag druk gesport. We hebben een zevental teams die hier bezig zijn. En het is prachtig weer, dus het is leuk om te zien zo. Draai. Hoi Jan los? Oké, iets heel moeilijks. Dit. Niet alleen onze eigen leden trainen op dit complex, maar we hebben net als de afgelopen twee jaar hebben wij ook de Oranje Jeugd hebben we op bezoek. Dat zijn twee teams die onder het Oranje damesteam spelen, softbal. Die trainen hier op de woensdagavond op twee velden en kunnen ook gebruik maken van het trainingsveld. En naast deze twee teams is ook het Nederlands elftal zelf, of het negental is het eigenlijk dan, hè, softbalteam, dames, die dit jaar ook hier trainen. Die hebben afgelopen jaar met het EK zijn ze Europees kampioen geworden.